Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe PM Server Survival. Ik heb er zin in, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Ik heb vandaag een winnaar gekozen, jongens. Want twee winnaars, eigenlijk eentje via Twitter, maar die heb ik al blij gemaakt. Daar is er al eentje gewonnen. En ik heb hier nog eentje op YouTube, die ik kon gewoon in reactie spammen. En dat is geworden, ik doe whitelist, ad, dat is geworden, Anthe999. Dat kan je nu zien in de chat, Anthe999. Bro, gefeliciteerd, je zit nu in de server. Er zijn dus twee invites aangegaan, eentje via Twitter en eentje via YouTube dus. En zoals jullie zien, webcam staat nog steeds aan, die blijft ook tot de 10e van de episode aan. En als jullie het niet hebben gehaald, de like, dan gaat hij weer uit. Makkelijk als dat, en ik weet niet hoeveel zitten. In ieder geval, er is iets gebeurd jongens, moet je kijken. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik spande hier, ik deed slash home, want ik was natuurlijk in een normale wereld en ik kwam hier. En ik raar genoeg zag ik dit. Hier, deze blokje hier zo. Ik pak even al mijn spullen eruit. En dat is wat ik ook inderdaad hoorde. Ik hoorde een piston. En ik heb geen flauw idee waar het vandaan komt. Ik heb geen flauw idee hoe dat zit en wie het heeft gedaan. Dat weet ik echt niet. Dus ik ben benieuwd. We gaan even kijken wat hieronder allemaal zit en wat er nou precies de bedoeling is. Mijn armor heb ik... Shit, ik heb mijn armor weggehaald. Shit. Ik heb mijn armor wat ik... Wacht, deze heb ik niet daar geplaatst. Dude, dat ding stond nog niet aan. Even kijken hoor, even kijken of ik nog iron heb. Nee, dit is het enige iron wat ik heb dus. Nou, dan ga ik hier maar even mee armor maken, want ik heb niet meer veel armor. Dat ik proc dus weggegooid. Lekker slim van me, toen ik aan het opnemen was. Ja, die dingen krijg je natuurlijk als je gewoon in een server zit en je gaat dan ook andere dingen opnemen en zo. Nou, dat maakt op zich ook helemaal niet uit. Kijk, hoppakee, full iron, we hebben dit. Torches is wel handig. Ja, ik hoor die dingen jongen, dat is zo raar. Wellicht is het handig om nog een pickaxe te maken als we erg heel erg adventure gaan doen. Dan is het altijd wel handig om een extra pickaxe mee te hebben. Oké, dus als ik dit doe, hoor ik een ding. Een piston. Maar waar in godsnaam gaat die piston naartoe? Wellicht is het hier iets buiten of zo? Zal ik dit gewoon kapot maken? Oh, het was gewoon zo'n piston. Het was dus geen sticky piston. Dan is dit ook. Oh, hij heeft gefaald. Want ik denk dat dit een sticky piston moest zijn. Nou, dat vind ik niet erg, want dan krijg ik dus gratis pistons nu. Thanks, bro. Kom maar op met die gratis pistons. Dat vind ik niet erg. Weet je, dat redstone laat ik lekker liggen. Dat heb ik op zich niet echt nodig. Laat ik hier als goed smooth stone neerleggen. Kijk, dit vind ik goed. Dit is goed. Dank je, bro. Echt. Dit vind ik chill. Gratis pistons. Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Even kijken, dit. Oh, dit is ook nog repeaters en zo. Kijk, gratis spullen. Dit is een aardige geest of zo. Weet ik veel wat het is. Thanks. Zo, kom hier met het redstone. In ieder geval, jongens, vandaag staan we op... of hadden we... Ik weet niet of het natuurlijk nog steeds is, want het is nu 3 uur. En we staan trending topic op Twitter, wat hartstikke tof is. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik zei natuurlijk van spam, hashtag spam, army, als jij een server invite wil. Ik denk dat het daardoor kwam. Maar dat is... Is hier nog wat raars aan de hand? Nou, hier is niks raars aan de hand, gelukkig. Maar we waren trending topic, wat echt hartstikke tof is, jongens. Vergeet dan niet te spammen. En elke keer als je zo'n PM Survival kijkt, zeg dan even van, ik ga nu PM Survival kijken, hashtag PM Army of zo, met een leuk berichtje achter. Want ik lees daar al mee alles. Ik lees alles ermee, dus dat is hartstikke tof. Vergeet natuurlijk ook niet je fanarts te sturen naar fanart@projectmancraftia.nl. Ik weet niet wat ik allemaal zit te lopen. Ik moet even mijn dingetjes pakken hier zo. Zo, vergeet dat ook niet te sturen, want dan, daarin ga ik ook gewoon heel veel mensen, als je echt een hele mooie fanart maakt, dan ga ik gewoon misschien een invite sturen, wellicht. Had ik dat dan neergelegd? Nu vraag ik me echt af of ik dit, dat ik dat dan heb neergelegd. Weet je, word ik nu gek of... What the fuck? Serieus. Dit heb ik hier niet neergelegd, denk ik. Want waarom zou ik hier... stairs neerleggen? Waarom zou ik dit... überhaupt zo doen? Nee, ik vind het zo raar. Ik vind het zo raar. Hè? Oh mijn god. Oh mijn god. Dude, ik zet het geluid zachter. Ik vind dat geluid echt helemaal niks. Jongens, ik vind het eng. We gaan hier naar beneden. Ik ben benieuwd wat hier is. Zal ik hier wat... Oh, er zit hier wat onder. Oh shit, dat was mijn mobiel. Oh, kijk, hij zit gewoon hieronder. Oh jeez, oh shit, nog meer.
Holy shit, jongens, we hebben een dungeon gevonden. Oh, sweet mother of god. Get out of here. Get out of here, man. Oh, ik heb trouwens full iron aan, dus ik ben best wel sterk. Deze ding moet ik hier laten. Kan ik best wel een mooie monsterspannen mee maken. Daar ben ik echt heel blij mee. Thanks to degene die het neer heeft gelukt. Gretch, your loot. Zie je dat daarachter? Dat gaan wij mooi niet pakken. Haha, ja, dat dacht ik al. Kijk. Al dit TNT, dat dacht ik al dat het hier lag. Weet je, zo dom ben ik niet. Nee. Kijk, nu zijn al deze mooie TNT'tjes van mij. En die blokken zijn ook mooi van mij. Kijk. Ja, zo dom ben ik niet. Je gaat me niet zo makkelijk hierin tricken. Zo, gaan we even dit nog meer pakken. Hoppakee. Ja, want ik wil natuurlijk niet dat mijn cave gaat ontploffen. Hè? Dus, RIP. Ja, dat dacht je. Kom maar op met die skeleton skulls. Daar kan ik iets heel tofs mee maken, denk ik. Oh. Sorry hoor, maar die ghost moet toch wel even iets beter worden. Want dit... Dus niks. Dus easy, guys. Is easy for me. Zo, nou, laat ik maar weer gewoon eruit gaan. Wat ik eigenlijk wou doen, ik wou wat, wat stenen halen. Wat sandstone, want dat heb ik nodig voor mijn huisje. Haha, ik ben gewoon veel te slim, jongens. Veel te slim voor dit. Maar wacht maar, ik denk dat hij straks wel met, misschien met meer terugkomt. I don't know. Ik zag trouwens daar Emerald ook nog beneden zitten. Alleen, ik weet niet of er villagers zijn in de map. Het zal wel chill zijn, maar ik denk het niet. Het zal een beetje raar zijn als het wel zo is. Maar ja, dat zullen we wel zien, hè. We gaan gewoon binnenkort gaan we ook overal naartoe discofferen. Alleen wil ik eerst even mijn huis af hebben. Dan ga ik, na mijn huis ga ik direct een farm maken. Dat ik mijn schapen en zo, die daar allemaal rondlopen, kan ik meteen even mooi securen. Want anders heb ik helemaal geen schapen meer. En dat vind ik ook niet chill. Of helemaal geen schapen meer. Dan, ik heb sowieso helemaal geen schapen meer, maar ik wil meer schapen. Laat ik het zo houden. Maar dan vind ik het in ieder geval super chill. What the fuck doen diamonds daar? Oh, ik ben niet zo slim. Oh, yes, he got me. He got me. Oh, jeez. He got me. Ja. Yeah. Oké, ik ben niet zo slim als ik dacht. Wauw. Oké. GG. Wauw. What the fuck? Dat was nog best wel vet eigenlijk. Holy shit. Maar ik... Wat? Wauw, oké. Dus hij gaat zo spelen. Hij gaat ook gewoon trap diamonds en zo neerzetten. Dus daar moet ik ook nog mee oppassen om diamonds mee te minen. Ik gooi het water even weg. Hoppakee, get out of here. Kom op. Zo. Ik wil hem wel eens zien. Ik wil die gozer wel eens zien. En ik wil hem tegen hem gaan vechten of zo. Hoe sterk zou die nou zijn? Ik bedoel, kom op. We zijn hashtag permarmy. Dus 10 keer sterker dan hem. Maar waarom gaat dat water niet weg? Dat is echt een evil trick van hem. Get out of here. Hij heeft denk ik meer source blokken dan één. Ja? Pleasures remove neer water 10. Hoppakee, weg ermee. Ja, zo kan het ook, hè. Oh mijn god, Sam, je cheaten. Oh my god. Ja, dag. Waar zit die skeleton? Oh nee, is dat hem? Ik zie niks op mijn minimap. Holy shit, wie de fuck is dat? Holy shit. Oh. Jesus Christ. Gaan we... Zal ik kijken? Wie er is? Hallo? Dude. Dude. Ik denk dat de chat helemaal gek wordt trouwens. Ik doe de chat uit. ik let er niet op hoor. Maar ik zie nu eens van als mensen gaan praten in de chat. Kan ik beter de chat uit. Ik doe voor deze aflevering doe ik de chat uit dan.
Want ik moet eerlijk zijn. Heel veel mensen die geloven waarschijnlijk niet dat dit, waarschijnlijk dat dit allemaal geacteerd is of zo. Maar. Dude, maar dit is niet afgesproken. What the fuck? Dude, get out. Get out of here. Dude, ik moet hem. Dude, ik heb TNT. Dude, ik heb TNT. Wacht even, als ik nou. Ik heb een idee. Als hij daar is, ik ga hem flanken. Is dat een goed idee? Oké. Dit kan heel gevaarlijk worden. Oeh, emerald. Maar die emerald boeit me nu niet. Ik moet... Waar die skeletons staan, daar, dan moet ik een beetje in de buurt komen. Want dan ga ik dat proberen. Ga ik gewoon direct nu omhoog te gaan. Zodat ik wel gewoon terug kan. Oh man, ik moet niet meer naar beneden, man. Dit is veel te eng. Voor de duidelijkheid, dit is niet afgesproken, jongens. Dit is allemaal... Net als Fall of Elderwind. Daar weten Rens en ik ook helemaal niks van. Net als dit. Ik weet hier echt helemaal niks van. Ik weet niet eens... Ik schrik ervan. Holy shit. Oh man, ik moet echt even denken. Ik wil natuurlijk progressie maken. Ik heb natuurlijk heel veel... Nee, ik moet naar boven. Ik moet gewoon naar boven. Ik denk dat het hier zo vlakbij is. Oh my god, jongens. Dat ga ik nu even allemaal missen. Want ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ik vind het echt niet chill om hier met te blijven. Kijk, ik krijg bijna een hartverzakking, jongen. Oké, nu gaan we omhoog. Als hij maar niet hierboven staat te wachten of zo. Oh ja, fuck dit. Ik durf niet eens meer te praten, weet je dat? Holy shit. Ik ben zo erg gefocust, hè. Dat het gewoon niet meer normaal is. Oké, hier is niks aan de hand. Oké. Laten we rustig ons bouwsel weer gaan maken. Holy shit, man. Zo ongeveer. Hoppakee, 8-8. Smoothstone, hoppakee. Of is dat smoothstone is al af? Ja, dat smoothstone is al af. Ik heb alleen nog maar slabs nodig. Dan gaan we slabs maken. Zo, hoppakee, slabs. Slabs doen we op elkaar. Dan krijgen we één hele stekker daarvan. Hoppakee, een hele stack. Chiseled sandstone. Ik denk dat we zelfs meer nodig hebben, of niet? Dan dat. Weet je wat? Dan gaan we gewoon toch meer maken. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, als het kan, hé. Hey. Zo, dan gaan we dit fixen. Hoppakee, 38. Hoppakee, zijn er genoeg? Dan moeten we... Was dat ook weer 2 bij 2, toch? Ja, hier, dat is 2. Zo. En 2. Maar dit is denk ik ook wel handig, dit huis. Zo. Maar wat voor dak zal ik erop doen? Zal ik gewoon een plat dak erop doen? Ik denk dat het hierbij wel past, hè? Gewoon een lekker plat dakje. Alleen van wat voor steen dan? Kijk, dit is nu af. Dit is super chill. Ik wil ook gewoon zo'n huis houden. Maar hier boven moet nog een ding dan. Een dak. Maar wat voor dak zal ik erop doen? Wat voor soort steen zal ik erop doen? Zal ik het gewoon van hout doen? Is dat handig? Van hout? Ik kan hier trouwens ook nog iets vets van maken. Hoop ik. Als ik hier gewoon een beetje slabs tussen doe. Nee, wacht niet. Dat kan niet. Laat maar. Ik loop weer uit mijn nek. Zo, deze gaan we hierin doen. Is dit een ik kan niet meer Engels. Nee, ga weg. Dude. Elke keer als ik zijn hoofd zie, dan space ik hem. What the fuck? Oh, dat ben ik. Maar we hebben brandmateriaal nodig, jongens. Maar ik kan niet meer naar buiten. Ja, dit is denk ik GG voor mij. Oh, wacht, ik ga slapen. Dan wordt het dag. Kan ik gewoon rustig aan de gang. Is er niks aan de hand. Kan ik rustig even kool mijnen. Oké. Gaan we alleen maar voor kool naar beneden. Er is niemand die hier is en komt en weet ik voor wat. We gaan gewoon wat kool mijnen. Kool is daar. Torches, overal licht. De zon schijnt. Geen monsters te bekennen. Het enige wat ik wil is wat kool, oké? Thank you. Maar in ieder geval, jongens, we waren dus trending topic, wat ik echt super gaaf vond. En als we dat gewoon vaak kunnen doen, misschien wellicht tijdens livestreams dat je, of een filmpje kijkt, dat je even zegt van... Hey jongens, Sam heeft een nieuw filmpje, hashtag PearlMommy. Ik retweet wel gewoon een paar mensen daarin die hashtag PearlMommy tweeten. Dat doe ik eigenlijk best wel vaak.
Want ik heb gewoon een apart tapje aanstaan met TweetDeck. Staat er gewoon hashtag PamArmy. Dus elke tweet die binnenkomt van hashtag PamArmy. En het zijn ongeveer, nou ik weet niet, 2 per uur ongeveer. Dat is echt niet veel. Maar die lees ik altijd. Dus als jij echt een belangrijk iets hebt of zo, stuur het via hashtag PamArmy. Dan vind ik het eigenlijk altijd. Dan lees ik het ook altijd. Met @PayMinecraftia krijg ik het. Ja, dan lees ik het ook. Alleen, daar krijg ik gewoon echt heel veel per minuut binnen. Echt heel veel. Dus het is handig gewoon om PamArmy daarin te zeggen. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik vond het een super scary aflevering. Weet je wat? Nee, ik ga nog even naar boven. Ik ga met zand erin doen en dan ga ik het stoppen. Want wellicht kom ik hem nu weer tegen. Jesus Christ. Ja, dit is mijn secret road. Wacht, ik moet de secret road moet ik wel blokken. Anders volgt hij me. Zo, oké. Hij weet niet dat ik hier ben. Chill. Oh god, nee, misschien staat hij hier nu. Dude, als hij hier staat, ga ik echt rage logouten. Dude, hij staat er niet. Hij staat er niet. Thank god, dan ga ik hier mijn collar in doen. Dude, ik vind het gewoon niet meer fijn. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Wat als hij ineens hier staat of zo, in mijn huis? Hoe fucking creepy zal dat zijn? Nee, dan space ik hem. Dan ga ik echt. Dan ren ik echt naar beneden. Dan ga ik naar mijn vader. Ga ik mijn vader schoot zitten. Ga ik een speen. Zo. Dan ga ik vet eng vinden. Ja, dat ga ik waarschijnlijk doen. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, vergeet dan niet dat groene duimpje te klikken. Volg @PayMinecraftia voor Twitter. Voor ook invites. En dan zie ik jullie waarschijnlijk weer de volgende keer. Jongens, het enige wat ik kan zeggen is. Peace.